Een kleidam die op 17 juni jongstleden is aangelegd op de hoek van de verlengde Gompertstraat en de Emil Alvarezstraat is door kwaadwilligen opengebroken. De dam was bedoeld om wateroverlast in het gebied te voorkomen. De redactie nam vandaag polshoogte van de situatie en trof er buurtbewoner Duncan Brunings, die vertelt wat er gaande is. Onverlaten hebben we dus die dam beschadigd met de bedoeling om dus dat water weer door te laten. En dat water stond dus nu weer morgenstond binnen. Als je dus gaat kijken, dan zie je dat dat kubieke meters per seconde vloeit weer naar binnen. En we merken dat aan het niveau van de kanalen, dat de kanalen zijn weer hoog. Dus men heeft met deze daad geprobeerd het werk ongedaan te maken. Brunning zegt dat er opzet in de zaak zit en heeft de overtuiging dat het hier gaat om sabotage. De bestuursdienst heeft zich georiënteerd en heeft de buurtbewoners die het initiatief hebben genomen geadviseerd om het gat dat in de dam is gemaakt te dichten. De dam moest worden gemaakt op de plek waar er een duiker zit. Deze duiker zorgde ervoor dat het water de wijk morgenstond binnenstroomde. Precies dat was de reden waarom die duiker geplaatst moest worden, gedicht moest worden, zodat onze kanalen niet doorlopend overvol blijven met water van andere buurten. En u moet dus goed begrijpen, dus de mensen op die projecten, die hebben hun eigen afwateringskanalen, die dus naar hun eigen sluis toe gaan. En dus er is geen enkele reden om deze duiker open te houden. Dus het is eigenlijk zo dat de hele wijk morgenstond, 800 gezinnen, bijna 4000 mensen verzuipen elke keer. Terwijl dus de andere gebieden geen gebruik maken van hun eigen afwatering. Ons gebied ligt lager, dus natuurlijk het water zo van hoog naar laag. Brunning zegt dat in de projecten Suri Village 1 en 2 de trenzen ook moeten worden opgehaald, zodat het water goed wegstroomt. Door het openstaan van de dam kan er bijzonder veel water in het morgenstondproject komen, waardoor er nog meer last komt voor de buurtbewoners.